Ja, ik wil ook wel even, maar even meer meerwaarde. Ja, beste volgers en kijkers van RTV Achterhoek. U kijkt op dit moment live naar de beelden van de spoorwegovergang. De spoorwegovergang waar gisteravond een 63-jarige vrouw om het leven kwam, die in aanraking kwam met de trein. Men is nu bezig om een gleuf te maken en de vrachtwagen die brengt de betonblokken, zodat de overgang per direct voor vandaag wordt afgesloten.
graden. Dat is niet zo heel lang. Ja, maar die andere is wat langer. Dit was de opname van het plaatsen van de betonblokken aan de Vreehorstweg in Winterswijk. Naar aanleiding van een dodelijk ongeval op woensdagavond of donderdagavond. Waar een 63-jarige vrouw uit Ratum is overleden. Bueno, tengo...